podcast. Eigenlijk na het ongeluk is dat contact een beetje verwaterd. Het gaat om Jelle de Vries. Hij woonde in Voorschoten en hij reed volgens mij op een Yamaha FZR 600. Nou, ik ben benieuwd of hij nog steeds passie heeft voor motorrijden en hoe het met hem is. De Motorpodcast. Passie voor motoren. Met Dennis Cusé en Peter Kroon. Aflevering 62 van de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. Met vanavond een gast die ongelooflijk veel motorpech heeft gehad. Zoveel motorpech dat het ertoe geleid heeft dat hij ruim 20 jaar niet meer op de motor heeft gezeten. Maar het tij is voor hem gekeerd en hij is opnieuw opgestapt. Dit is dus de aflevering over de heropstappers. De lang verwachte aflevering. Zometeen hoor je dus alles over hoe het is om opnieuw de motor te ontdekken en er opnieuw van te genieten. Dat zometeen hier in de Motorpodcast, maar eerst eventjes onze eigen motormomentjes. Dennis, heb je nou wat meegemaakt? Om het bruggetje maar te slaan, over pech gesproken. Eindelijk de lang verwachte val gemaakt. Oh. Helaas, ja. Wat is er gebeurd? Ben je gewond geraakt? Niet gewond geraakt. De motor heeft ook alleen maar wat schaafwonden, helaas. Maar heel lullig. Ik wilde keren met een passagier achterop op zo'n schuine afrit van een woonerf. Oh, dus ja. Wij reden denk ik 5 of 10 km/u. Alleen, hij liep naar linksaf schuin. Ik wilde ook linksom. En de passagier achter mij die dacht, ik ga even helpen. Ik ga ook alvast linksom hangen. En dat was te veel voor mij. Dus we gingen echt heel lullig onderuit. Verbogen stepje en... ik moet wel zeggen, de passagier zat met zijn voet in mijn spaken vast, in mijn wiel. Dat is wel pijnlijk. Ja, niet omdat hij beschermende kleding aan had. Hij zei, ja, als ik gewoon sportschoenen aan had gehad, dan had ik waarschijnlijk een gekneusde, wat is het, enkel gehad of zo. Dus, ja. Maar lullig valletje en wat schaafwondjes, zonde van de motor, maar ik leef nog. Het kan allemaal weer gerepareerd worden. Allemaal weer gerepareerd. En jij vindt er geen schrammen in, dat soort dingen. Heerlijk doorgereden en hij startte gewoon weer, dus heerlijk tochtje gehaald daarna nog. Okay. Jij dan? Nou, ik was... afgelopen week met mijn motorclubje eventjes op pad. En op een gegeven moment stond een van die gasten... die met wie ik dan af en toe rondrijd, kwam naast me staan. En hij was samen met zijn dochter. En zijn dochter was aan het huilen. Ik zei van, goh, is het aan de hand? Ik bedoel, iets ernstigs of zo? Nee, zei ze van, ja, dit wordt waarschijnlijk dit wordt de laatste rit van mijn vader. Hoezo? En ja, dat had ik dus ook. Hoezo? Hè? Ik bedoel, einde seizoen of zo. Hè? Ik bedoel, dat is toch niet de reden om verdrietig te zijn? Nee. Toen begon die man, haar vader dus, ook van de dokter te horen gekregen... dat ik misschien nog maar een paar weken heb. Dus, toen dacht ik ook, even met je neus op de feiten gedrukt. Hè? Geniet vooral van het motorrijden, zolang het nog kan. Ja, en wat zeg je dan tegen zo iemand? Ja, ik stond eigenlijk even met een bek vol tanden. Sterkte. Ja, zoiets. Oké, goed, laten we snel gaan naar onze gast. Want wij vieren natuurlijk gewoon dat er nog lekker motor gereden kan worden. De Motorpodcast. Achter het vizier van... Achter het vizier van Vincent Gerrits. Vincent, welkom bij de Motorpodcast. Dank je. En de eerste vraag die wij eigenlijk altijd aan iedereen stellen is... waar rij je op? Ik rij op dit moment op een Honda Deville 700. Ja. Beschrijf hem even voor de luisteraar die zegt van... ja, Honda Deville, wat is dat voor motorfiets? Als je hem zo ziet, lijkt het een hele burgerlijke fiets. Er zit veel plastic op. Maar twee dingen spreken me aan. Dat is de cardanaandrijving. Okay. En ik ben toch wel gecharmeerd van een tweecilinder. En dan met name dat bokkige geluid. Klinkt hij een beetje zo? Dit is een beetje... tweecilinder, een beetje bokkig? Of toch meer deze kant op? Nee, de eerste. De eerste, ja, ja. Maar wat trekt jou zo aan in het geluid van een tweecilinder? Ja, dat bokkige geluid. Ik heb ooit eens op een Diversion gereden, een 900. Dat was toen ook een cardan. Toen ik dit mijn rijbewijs had, toen huurde ik zo'n fiets. En op een of andere manier, het was een prachtige fiets. Je zat er heel lekker op, maar ik had niet het gevoel dat ik op een motor zat. Ja. En toen was ik nog niet zo technisch onderlegd. Maar ik denk dat het gewoon met de aantal cilinders te maken heeft gehad. Dat het geluid, dat ik dat miste. Ja. Is een goed geluid belangrijk voor jou? Ja, vind ik wel. Dus? Je moet tenminste, het hoeft niet te blaten, maar ik vind toch wel het idee dat je op een motor zit en dat er dat je toch wel wat hoort. Dus weet je, dit? Ja, bij mij is die iets milder. Iets milder. Doe nog even wat milder. Wij starten gewoon alles waar je... Maar is het dan meer gewoon het geluid van de motor... of is het volume van de motor? Nee, het geluid. Okay. Mijn motor heeft een vrij hoge koppel.
Dus er valt niet heel veel volume uit te trekken. En je kunt bij wijze van spreken met z'n vier of in z'n vijfde verstelling, hij heeft er maar vijf, door de stad heen rijden. Dat gaat allemaal makkelijk. Maar het is gewoon, je moet wel wat, ook een stukje emotie is het. En dat vind ik, dat moet je ook wel een beetje hebben op een motorfiets. Het geluid? Ja. En heb je er iets aan laten doen? Dus wat andere uitlaatje, net even wat meer geluid, dempertje eruit? Hij is helemaal standaard. Oké, ja. Toch. Ah, dat is gewoon echt die V-twin die mij aanspreekt. Je zei het al, een beetje een burgerlijke motor, een beetje een nette motor, een beetje verstandig huisvader motor. Of... Nou, ik ben destijds afgestapt van een Honda NTV 650. En dit is eigenlijk de opvolger ervan. En toen ik in 2021 weer mijn motorfiets ging aanschaffen, toen heb ik gekeken, was ik eigenlijk van, nou, als ik weer motor rijd, dan wil ik een BMW. En toen heb ik eigenlijk mijn ogen laten vallen op de K75. Een driecilinder. En ik had ook Is dat een beetje de lichte uitvoering van de politiemotor? Ja, de marechaussee reden vroeger op. Je komt ze ook nog wel eens tegen. Als je op internet kijkt, er zit er zelfs een asbakje in. Oh, die gasten die, een asbakje. Een asbakje. Ja, nou, ja, een gaatje op de motor. Dat moet lekker. Precies. Die, nou ja, ik heb wel eens laten vertellen dat die marechaussee-motoren soms lange afstanden moesten afleggen, transport moesten begeleiden naar Groningen en dan terug. Die gasten zaten gewoon echt 8-9 uur op de motor. Dat is heel normaal. Dus je komt op die oude motoren, kom je nog wel eens iets tegen waar ze een pakje check of iets oplegden. En waarschijnlijk ook onderweg gewoon een sigaretje rookt op de terugreis. Ja. Nou ja, daar kan je iets bij voorstellen. Vroeger werd er ook gerookt achter in het vliegtuig en in de trein. Ja, in de trein, dus, ik kan het niet meer voorstellen. Nee. Dus. Maar het is de Honda geworden. En je zei, de Cardan ook, is dat... Ja. Ben je zo lui? Nee, ja, nou, ik moet zeggen... Je houdt gewoon niet van onderhoud. Ja, nou, ik ben ook wel een beetje fietsfanaat. En ik heb drie fietsen. En daar liggen allemaal, van alle drie de fietsen liggen de kettingen bloot. Dus dat is best wel wat onderhoud. En dat met een motor ook nog moet doen. Ik vind, mijn motor is ook... Ik rijd bijna 20.000 kilometer per jaar. Ik rijd ook woon-werkverkeer het hele jaar door, in principe. Dus ik vind eigenlijk ook wel, ik moet kunnen afstappen, net als in een auto. Dus ik ben ook niet zo'n poetser. Nee, een beetje vies is die dan wel. Nou, dat valt mee. Er was een doekje overheen, maar het is niet zo dat ik de velgen ga poetsen. Nee. En het scherm moet af en toe schoon, omdat er gewoon veel vel op zit. Dat doe ik dan even met een natte theedoek. Het dashboard moet wel schoon zijn, dat je de snelheid goed kan aflezen. Maar verder is het gewoon een gebruiksvoorwerp en moet starten en rijden. Precies. 20 is ook echt wel genoeg op jaarbasis. Dat is redelijk veel, ja. Ja. En wat leg je dagelijks af? Ik werk zelf op Schiphol vanuit Leiden. Dus dat is 25 kilometer. Dat doe ik zo 3-4 dagen in de week. Hiervoor werkte ik wat verder. Dan was het 150, 3 keer in de week. Maar met vakanties erbij zit ik toch wel, denk ik, op zo'n 20.000 kilometer. Oh, je gaat ook op vakantie met de motor? Weekend. Echte motorvakantie is er helaas nog niet van gekomen. Maar ik ben wel weekendjes weg geweest. En wat toeren en dat soort dingen. Maar met name is het, de meeste kilometers denk ik dat ik die wel afleg in het woon-werkverkeer. Wil je nog meer horen van onze gasten? Word dan vriend van de Motorpodcast. Kijk op demotorpodcast.nl. We zeiden het aan het begin al van, ja, je hebt ooit vreselijke pech gehad. Er is iets misgegaan met jou, met het motorrijden. En, vertel eens even, wat is er misgegaan en waardoor heb je die motor ruim 20 jaar laten staan? Nou, in 1997, ik vergeet het nooit meer, het was een juli. Een hele warme zomer, wat ik me ervan kan herinneren. En op zondag ging ik met mijn vriendin, nu inmiddels mijn echtgenoot, gingen we naar vrienden toe in Rotterdam. Die zaterdag, daarvoor hadden we nog best wel een feest gehad. Dus ik was niet helemaal fit. En het regende. Het had lang niet geregend, wat ik me ervan kan herinneren. En ik ben toen met mijn motor uit de bocht gegaan. En dat ging eigenlijk relatief heel zacht. Het was een 30 kilometer bocht, net voor de snelweg. En ik weet eigenlijk niet wat nou de reden was. Want de motor schoof eigenlijk onder mij vandaan. Ja, is eigenlijk altijd een vraagteken gebleven. Ik was de controle helemaal kwijt. Ik had zelf niet zo heel veel. Wat hecht hondje en een wel een behoorlijk gekneusde knie. Dus ik zat wel even in de lappenmand. Maar ik had helaas niet het geld om de motor op te lappen. Want je motor was er flink aan toe. Ja, ook al was het maar 30 kilometer per uur. Ja, nou ja, ik weet niet of die tote los was. Misschien economisch, dus ik denk dat ik hem nog wel had kunnen oplappen. Maar ik had op dat moment de financiële middelen daar niet voor. Mm-hmm. En mijn vrouw, die wilde niet meer achterop. Toen had ik zoiets van, ja, weet je, dan is het misschien toch wel weer makkelijk om een auto te kopen.
Oh, ja. Achteraf misschien niet zo slim geweest. Ik had beter meteen weer kunnen opstappen. Ik ben eigenlijk daarna altijd wel bang geweest in bochten. Ik heb nooit meer echt lekker op de motor gezeten. Ik huurde dan wat tijdens vakanties motoren. Maar ja. Deed je wel? Dat deed ik wel. Maar ja, daar zit je nooit lekker op. Ook omdat het je eigen motor niet is. Je beschikt dan vaak nog niet in het buitenland. Als je kijkt naar Cambodja of Thailand over de juiste kleding. Het is daar bloedheet. Nee. Wegen zijn slecht, dus je gaat... Ja. Nee, ik heb eigenlijk nooit meer goed lekker op de motor gezeten. Ja. Dan maar niet. En in je mail stond... Maar ik heb wel elke dag zo'n beetje, in ieder geval wekelijks... gedroomd van motorrijden. Klopt. En dat is heel gek, omdat ik van die... Op een of andere manier heb ik dat nooit een plaats kunnen geven. Die NTV 650 was het. Die was redelijk nieuw. En ik had hem nooit een beurt laten geven. Ik was er nog niet mee naar buitenland geweest. Dus het kwam vaak in dromen terug dat ik nog op die motor reed. En dat ik dacht, verdorie, ik moet echt nu naar de garage. Want dat ding moet een beurt hebben. Ja. Dus ik was daar onbewust, was ik daar toch mee bezig. En ik had zoiets van, nou weet je, ik heb dat motorrijbewijs. Dus dat komt wel weer een keer. Maar goed, je wordt ouder, je krijgt kinderen, je wordt toch wel wat voorzichtiger. Je ziet ook, ik ben een aantal jaren geleden, een collega van mij is omgekomen op de motor. Dus ja, je bent je wel bewust dat er ook heel veel risico's aan. Je zit op twee wielen. Maar ik had toch zoiets van, ja weet je, ik hoop toch weer dat het moment komt dat ik toch weer een motor aanschaf. Maar dan vind ik wel dat ik hem nodig moet hebben voor mijn werk. Ik moet een garage hebben, dat had ik in die tijd nog niet. En ik vind dat mijn vrouw moet kunnen autorijden. Mijn vrouw heeft op later leeftijd een rijbewijs gehad. Maar ja, die moet ook gewoon mobiel kunnen zijn, zodat ik lekker... Lekker motor kan rijden. Ja, mijn vrouw wil niet meer achterop, helaas. Dat vind ik wel heel jammer. Maar... Dat komt door het ongeluk? Ja. Oké. Okay. Ja, zij is daar echt... Echt genezen van de motor. Nee, ze vindt het gewoon echt eng. Maar dat je het aan zoiets praktisch verbindt als ik moet ermee naar mijn werk kunnen. Motorrijden is toch ook gewoon... Rijden, genieten en ja, dan niet naar je werk gaan? Nee, maar klopt. Maar motorrijden, ik denk zoals ik het doe, is relatief toch best wel prijzig. Hè? Jullie hebben het in de podcast ook wel eens over gehad. Motorrijden doe je niet meer omdat het goedkoop is. Dat was eigenlijk in de jaren 90 toen ik het deed ook niet meer. Ik vind goede kleding heel belangrijk. Dus ja, je koopt een helm, je koopt een pak. Ik vind ook van, ja, om alleen voor de zondag te hebben, dat vond ik gewoon te kostbaar. Dus ik vond ook dat ik hem echt wel praktisch moest kunnen inzetten. Maar... Op vakantie gaan vind ik ook praktisch. Of je met de auto op vakantie gaat, of met de motor. Met de motor rij je 1 op 20, met de auto rij je 1 op 15. Dus ik vond, ik vond dat ik hem ook echt moest gaan gebruiken. En eigenlijk deden die momenten zich in 2000, toen de corona begon, allemaal aan. En toen ben ik echt heel hard gaan sparen en gaan zoeken. Tot ik de geschikte motor vond. Maar toen dacht je eerst nog van, dat moet een BMW worden? Ja, ik dacht, als ik ooit weer motor ga rijden, ben ik ouder. Hè? En dan wil ik wel echt een BMW. Want dat is toch echt wel de motor onder de motor fietsen. Ja. Zo dacht ik toen. En dat was wel grappig. Ik was samen met iemand gaan kijken. De trainer van mijn zoontje, die een echte motorrijder overigens. Die heeft 3 motoren, geen autorijbewijs. Heeft dat ooit wel eens geprobeerd. Dus die heeft er wel verstand van. Dan zijn we eigenlijk een beetje door Nederland gaan rijden. En op zoek gegaan. En de dag dat ik de knoop heb doorgehakt, heb ik nog even op de BMW K75 gezeten. En toen op de Deville. En dat was eigenlijk de motor zoals ik hem had, heel vertrouwd. En dan voelde ik meteen van, dit zit goed. Is dat de echte motorrijder die geen autorijbewijs heeft? Vind ik wel. Ja, vind ik wel. Ja, echt iemand die 3 motoren heeft. Nou ja, weet je, wat is de echte motorrijder? Ik zeg altijd wel, de echte motorrijder die rijdt met een kettingslot om zijn... Onze jas, zijn motor staat buiten. Dat is echt een vroeger hadden wij, geloof ik, in Leiden een huisarts die reed op de motor. Die ook zijn huisbezoek op de motor. Ja, dat vind ik toch wel echt een motorrijder. Ja, ja. Een slot om je nek. Ja. Maar het is ook gevaarlijk, hè? Als je dan valt. Nee, maar toen had je nog geen koffers. Dus gewoon een pukkeltje en een slot en een leerjasje. De Motorpodcast. Toen ik jouw mailtje las, want je hebt ons heel lang geleden al gemaild... van joh, jullie moeten het eens gaan hebben over heropstappers. Toen schreef je 24 jaar niet gereden. Nou, als motorrijder, en ik denk ook dat er nu heel veel mensen zitten te luisteren... die zeggen, hoe houd je het in godsnaam 24 jaar uit zonder motor? Nou, ik heb er altijd wel over gedacht, maar ik denk dat moment komt er wel. Je deelt je leven ook. Iedere leeftijd of ieder heeft een levensfase, zeg maar... En ik was er toen op dat moment gewoon ook niet aan toe, financieel niet. En ik had gewoon de middelen er niet voor. En
ja, toen kwamen al die momenten bij elkaar. Toen voelde dat ook gewoon goed. Ja, dat klinkt heel raar, maar van ja, nu. Hè, ik heb dat rijbewijs. En, en het is ook een passie, anders ga je motorrijbewijs niet halen. Dus ja, ik moet het nu gewoon doen. En toen ben ik me er eigenlijk weer helemaal in gaan verdiepen. Je gaat de winkels af, struinen, kleding kopen. En dan merk je eigenlijk, leuk, dan kom je in zo'n motorwinkel. En dan merk je eigenlijk dat er in 24 jaar niets veranderd is. Het ruikt nog hetzelfde, de koffie is nog hetzelfde. Ja, de dingen zijn wat moderner, je hebt wat andere snufjes. Maar in principe, ja, het is eigenlijk nog net zoals 24 jaar geleden. En je verleert het ook niet, hè? Je zit alleen wel anders, in mijn geval, wel anders op een motor. Want? Hoezo anders? Nou, bochten. Ik heb altijd, en dat is dus wel misschien toch een beetje een frustratie, wil ik het niet echt noemen. Maar waar ik altijd wel heb afgevraagd, dat ik die motor volledig kwijt was tijdens dat ongeluk. En ik moet ook zeggen, dat was ik niet zwaar gebond. Maar je maakt een behoorlijke klap, ook emotioneel. Hier hadden, geloof ik, onlangs nog een gast die daar ook iets over vertelde. En dat was heel herkenbaar. Dat je, het doet echt iets met je. Het is anders als je een kopstaartje krijgt met de auto. Hè, dan stap je uit. Nou, het ergste geval heb je een whiplash en je auto zit in elkaar. En dat wordt allemaal via de verzekering geregeld. Maar lichamelijk, je valt van die motor. Je kleding is kapot. Je gaat toch naar het ziekenhuis. Het heeft bij mij heel veel impact gehad. Ben je nooit op zoek geweest naar de oorzaak of zo? Is die technisch nog door de mangel gehaald? Of ben je teruggegaan naar de plek? Nou, in die tijd was ik niet zo assertief als dat ik nu was, een aantal jaartjes jonger. Ik ben toen nog wel met een vriend daar naartoe geweest om foto's te maken. Maar goed, toen had je ook nog geen digitale foto's en dat soort dingen. Maar mogelijk denk ik toch dat er olie op de weg heeft gelegen. Maar omdat ik natuurlijk zo relatief vrij lage snelheid ging en eigenlijk niets meer kon, die hele motor kwijt was, verbaast mij dat nog wel steeds. Een technische oorzaak, ja, de motor was redelijk nieuw. Verwacht het niet. Maar goed, het kan misschien met de bandenspanning te maken hebben gehad. Van alles. Toch iets fout. Ja, misschien toch iets fout. Het gaat allemaal ontzettend snel. Je ziet het gebeuren. En dan liet je ons ook al wat eerder weten via de mail. Ik ben toch stiekem toch ook wel een beetje aan het kijken naar een andere motorfiets ondertussen. Klopt, ja. Dat was eigenlijk het eerste jaar al. Toen ik de motor had, ging ik al meteen rondkijken. Daar werd ik ook voor gewaarschuwd. Nou ja, je zit weer in dat wereldje. Je gaat weer eens naar een motorwinkel toe. En je komt in contact met andere motorrijders. En er zijn zo ontzettend veel leuke dingen. Heb je al eens nagedacht over een motorfiets gewoon te laten bouwen? Nee. Daar heb ik niet over nagedacht. Nou, ik ben zelf niet zo heel handig. Oliefiltertje lukt me nog wel, maar... Wij hebben namelijk een heel handig mannetje. Dit is het geluid van onze klusgarage. De motorpodcast klusgarage. Powered by magicmotorcycles.nl. En onze handige motormonteur is Bobby. En ja, die man is gewoon in staat om een motorfiets voor je te bouwen. Hè. Die zet dat ding gewoon... Letterlijk alles wat je maar kunt bedenken, maakt hij voor je. Dus, nou ja, je gaat naar hem toe en je zegt van... ik rijd 20.000 kilometer per jaar en ik wil... misschien weer wel vierkante wielen onder. En dan maakt hij ze gewoon. Zou dat wat voor jou zijn? Nou, wie weet. Ik wist niet dat het bestond. Ik dacht dat het alleen met Harley Davidson zo was. Dat die in elkaar gezet werden. Bobby kan echt, al wil jij een noem eens iets geks. Wil je hem 30 centimeter langer en 12 centimeter hoger hebben? Ja. Met een tank uit een... wat je maar wil. Weet ik veel. Een Opel Vectra, dan kan dat. Of, ik heb niet aan hem gevraagd of hij ook rupsbanden eronder wil zitten. Maar als het moet, dan moet het. Volgens mij is hij ertoe in staat. Nou, onze Bobby dus van magicmotorcycles.nl. Kijk ook even op zijn site. Daar staan al wat gebouwde modellen. Dus misschien zit er wel wat bij voor je. Over mooie dingen gesproken, dan moet je even bij hem zijn. Want ben je helemaal blij met de motor zoals die nu is? Of stap je wel eens op dat je denkt, nou, dit hadden ze echt anders moeten doen? Ja, ik mis zeker met mijn kilometers een cruise control. Kappen voor de handvaten, dat kan op deze motor niet. Wel eens naar geïnformeerd. Ja, want koude handen? Ja, toch door de rijwind. Ik heb wel handvatverwarming op een gegeven moment. Als je toch een uur, anderhalf uur op de motor zit met rijwind. Ja, je rijdt 120, dan wordt het gewoon koud. Want dan kun je niks tegen. Het enige wat helpt zijn die handkapbeschermers. En je zei al, ik rijd het hele jaar door, dus ook in de winter. En dan ook een uurtje naar het werk toe ongeveer? Ja, als het...
vorige, kijk naar afgelopen jaar, we alleen de wind gehad. Hè. We hebben verder geen ijzels. Ze hebben één keer gestrooid, geloof ik. Ik heb gewoon het hele jaar doorgereden. Ik rij alleen niet als ik me niet fit voel. Als ik me niet 100% fit voel, stap ik niet op de motor. Dan pak ik lekker de auto, want ik bedoel, ik heb een auto. En als het echt gaat ijzelen en gaat sneeuwen, dan ga ik het niet opzoeken. Maar in principe een regenbuitje of... Geen last van, dan ga je gewoon door. Rijden we gewoon door. Spulletjes in de koffer. Je hebt drie koffers, hè, op ja, klopt. Maar het zijn inbouwkoffers, die zijn vrij klein. En dan heb ik een topkoffer, dus ik zou ook wel voor iets meer bergruimte willen op mijn volgende motor. Ik zou niet zo snel meer voor inbouwkoffers gaan, dus gewoon koffers die het lekker af kan halen. Ja. Want voor gewoon werkverkeer kun je het gewoon prima met een topkoffer doen. En dan ga je lekker op vakantie. Zijkoffertjes eraan. Dus als de firma Honda jou belt, dan zeg je van geen inbouwkoffertjes meer, maar koffertjes erop. En kappen uiteraard voor het stuur. Nou, dan zijn we weer compleet, toch? Dus zo is het. De Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast-app. Aflevering 62 van de Motorpodcast. We hebben nog heel veel prijzen weg te geven straks. Dus als je hebt meegedaan aan een prijsvraag of als je vriend van de show bent. We onder vrienden van de show verloten we zometeen een boek. We maken bekend, als jij zometeen een loodje hebt getrokken, wie de kortingsbon voor een wheeliecursus krijgt. En we mogen nog een circuittraining van To The Experience op het Midland circuit weggeven. En jij kwam nog met leuk nieuws, want jij mag ook iets weggeven. Een opfris motorcursus van motorinstructeur Robert Dalsum. Robert Dalsum, ja zeker. Robert Dalsum, daar heb ik mijn opfriscursus gedaan. Ik ben eigenlijk nog steeds een beetje bij me in de leer. Om gewoon, wat ik belangrijk vind, is om een betere motorrijder te worden. Mijn skills gewoon wat op te vijzelen. En ik heb ook al een aantal keren de bochtentraining in de Eifel gedaan. Echt een aanrader. Een weekend Eifel rijden. Echt alleen maar, als je het ergens wil leren, moet je het in Duitsland doen. Maar Robert die verloot een opfriscursus van 2 uur. Ter waarde van... 110 euro. 110 euro. Kijk, ja. Dat is mooi meegenomen. Ja. Wij hebben het daar wel eens over. Van als wij nu examen zouden moeten doen, zouden we dan nog slagen? Ik durf het niet meer. Ik heb laatst ook verteld. Ik was nog naar het oefenterrein waar ik ooit mijn examen heb geoefend. Om daarom nog een keer het achtje te doen. Maar kijk, dat alsnog benauwd. Ja, dat duurde wel een aantal keren voordat ik die weer netjes binnen de pionnetjes kon maken. Maar oké, een opfriscursus ter waarde van 110 euro bij Robert Dalsum. We hebben een van de eerste afleveringen met hem opgenomen. Hij heeft een eigen motorrijschool met knalgele motoren. En als je op YouTube Robert Dalsum opzoekt, dan vind je vast een van zijn filmpjes. Een vraag die we misschien kunnen stellen aan jou als luisteraar is: hoeveel vragen moet je in het theorie-examen voor de motor goed hebben om te slagen? Oh, wat een moeilijke weer. Hoe lang is het voor jou geleden, Peter? Ja, lang. Ik heb geen idee. Nee. Wanneer heb jij je rijbewijs gehaald? 1996, oké. Okay. Nou, hoeveel vragen moet je in het theorie-examen van het CBR goed hebben om te slagen voor je rijexamen? Mail het of DM het naar de Motorpodcast en dan maak je kans op een opfriscursus bij Robert Dalsum te waarde van 110 euro. De Motorpodcast. Ja, we moeten nog veel meer bespreken, want onze roadshow is inmiddels ook begonnen. En daar zijn we ook heel erg druk mee. Even kort uitleggen. Ja. Voor mensen die het nog niet helemaal door hebben. We gaan door het land met onze mobiele set. Er zijn suggesties welkom. Als je nog zoiets hebt van ik heb een leuke motorzaak of een leuk evenement voor motoren, laat het ons even weten. Dan komen we met de micro even langs. We gaan heel Nederland door. Laat het even weten. info@demotorpodcast.nl. De Motorpodcast. Nou is de Motorpodcast ook een klein beetje een soort van adres onbekend, hè? Want jij bent een motorvriend uit het oog verloren. Dat klopt. Vertel, wat is er gebeurd? Nou, eigenlijk na dat ongeluk is dat contact een beetje verwaterd. Hij is geloof ik nog wel een keer met zijn vriendin op mijn bruiloft geweest. Dat was in 2001. En eigenlijk sindsdien heb ik hem niet meer gezien. Het gaat om Jelle de Vries. Hij woonde in Voorschoten. En hij leste of had gelest bij dezelfde rijschool als ik. En hij reed volgens mij op een Yamaha FZR 600. Dus dat weet ik niet helemaal zeker. Als iemand hem kent van de podcast, van de motorpodcast luisteraars, dan even met ons contact opnemen en dan sluizen we meteen door naar jou.
Dat lijkt me hartstikke leuk. Jelle de Vries uit Voorschoten, waarschijnlijk een Yamaha FZR 600. Ja. Die zal hij dan misschien niet meer hebben. Ondertussen is dat wel wat anders rijden, maar goed. Dat is ook jaren 90, dus dat is alweer een tijd geleden. Nou, ik ben benieuwd. Het zou tof zijn als wij Jelle met jou weer kunnen connecten. Nou, ik ben benieuwd of hij nog steeds passie heeft voor motorrijden en hoe het met hem is. De Motorpodcast. Passie voor motoren. Jij bent ooit afgestapt, maar wanneer ben je ooit voor het eerst opgestapt? Met andere woorden, waar is jouw motorpassie begonnen? Mijn motorpassie is eigenlijk begonnen, moet ik teruggaan, als klein jongetje. Toen zat ik al achterop. Dat vond ik heel fascinerend, dat je met een tweewieler de snelweg op kon. Ik ben eigenlijk aangestoken door een huisgenoot. Dat is zo in de jaren 90 geweest. En toen dacht ik van, ik was in 95, had ik mijn autorijbewijs. En toen dacht ik, dit wil ik ook, die snelheid, die power, overal tussendoor manoeuvreren. Ja, dat is het toch wel echt. Ik ga mijn motorrijbewijs halen. Nou, in die tijd was het nog niet zo dat je apart theorie moest doen. Je had ook maar één examen. Dus je deed eigenlijk de bijzondere verrichtingen. Wat heerlijke tijd was dat. Ja, dat was een heerlijke tijd. Dus ik heb eigenlijk meteen ben ook in de winter begonnen. Waarom weet ik ook niet, maar ik ben ergens in oktober, november begonnen. Met het halen van het motorrijbewijs. Wat was je eerste motor? Mijn eerste motor was een CB1'tje, maar die heb ik eigenlijk heel kort gehad. Een grappig fietsje was dat. Er zat een blok onder van een CBR Fireblade. Ook even uitleggen, hè? Want ik weet niet precies al die motoren, al die types. Ik ken er een paar, maar deze Fireblade heb ik wel eens gezien. Maar de Fireblade en de CBR 600 waren in mijn tijd, toen ik begon met motorrijden, hele populaire fietsen. Beetje een race motor. Ja, de CBR is een wat volgens mij een wat sportievere tourfiets. Net als de VFR en de Fireblade was meer wat je nu vaak terugziet bij de Kawasaki's. Een beetje de buikschuivers. Ja. Alleen zo'n CB1'tje, je hebt niks. Het is heel erg snel, maar als je ermee op de snelweg zit een half uur, dan ben je helemaal gevloerd. Wel nee. Ik rij een wat nieuwere CBR, maar ik vind het echt heerlijk hoor. Nee, een CB1'tje. Oh, CB1'tje. Nee, nog een kuip en een scherm waarschijnlijk. Nou, dat mag geen naam hebben. Nee, ik moet echt om mijn buik gaan liggen, wil ik uit de wind zitten. Oké. Nou, op zo'n CB1'tje heb je dus helemaal niets. Dus toen ben ik eigenlijk tegen de NTV aangelopen. En daar eigenlijk ook wel een beetje verliefd geworden op die V2. En de Honda NT. V. Ja, was toen de Honda NTV. Inmiddels heet het de DeVue. De opvolger was de DeVue en nu is het de NT. Ja, ja. Alleen dat is een kettingfiets geworden. Waarom Honda dat heeft gedaan, weet ik niet. Vind ik overigens heel erg jammer, Honda. Een 1100 cc, wel niet te verstaan. Maar cardan vond ik toch ook eigenlijk wel ideaal. Want je hebt geen onderhoud en je hoeft niks te smeren. Dus. Lekker opstappen en rijden. Precies. De Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast-app. Zullen we een prijs bekendmaken? Ja, laten we even een prijs bekendmaken. We hebben hier nog een stapel boeken liggen over motorreizen gesproken. Jij mag hier uit al deze vrienden van de Motorpodcast, al deze mensen die krijgen nog meer afleveringen van ons. Trek vooral twee loodjes, want we hebben hier nog twee boeken weg te geven. Daarin beschrijft Hans Go zijn reis over de zijderoute naar China op de motor. En echt een mooi boek met fantastische foto's en wijze levenslessen. Okay. Vertel het maar, wie heb jij gelukkig gemaakt als vriend? Wouter en Yamaha R6. Nou, helemaal goed. Wij gaan twee boeken die kant op sturen. En laten we meteen dan doorgaan met de volgende. Dit zijn weer andere deelnemers. Een van deze mensen. Mee? Ja, een van deze mensen wil graag een wheelie-cursus bij Jeremy Vonk leren. Of doen, wheelies leren maken. Ja, is ook nog even een dingetje. Maak eens even een wiel. Althans, als het goed is, staat dat erboven. Ja. Nisse Blankendaal. Jij mag binnenkort een wheelie gaan doen. Helemaal goed. Nou, dan doen we zometeen racen op Midland. Doen we straks. Moeten we ook nog even doen, jongen. Ja, jongen. En we hebben zoveel dingen om weg te geven. We hebben nog post. We hebben nog de 100.000 euro vraag. De plaat waar je harder van gaat. Het is bijna. We moeten meer zendtijd. De Motorpodcast. Je zei het al, ik wil geen ketting meer, maar een cardan. Want dan hoef ik nooit meer te smeren. Maar 1000 cc of minder, is dat ook nog belangrijk voor je? Ja. Of kijk je er zo niet naar motoren? Nou, je wil wel iets meer power. Dat mis ik wel gewoon op de DeVue. Iets meer pk's, dus dan ga je ook wel vaak naar een wat hogere cc-klasse. Maar dat is op cardangebied ook al het een en ander te krijgen. Ik moet wel zeggen, het wordt wel steeds minder. Honda die maakte natuurlijk een betaalbare fiets. Het is nu dan, kom je toch wel vaak in de BMW's terecht. Ja, wil het een cardan hebben. Ja. Ja.
Ik geloof dat de nieuwe Tiger van Triumph heeft ook een cardan. Toevallig van de week eens in je rijden. Ik bedoel, zoveel verstand heb ik er ook maar niet van. Maar die zag ik rijden en dacht, nou, dat is toch ook wel een mooi ding met cardan. Of een motor met een belt. Hè? Dat is ook een optie misschien. Ik ben zelf een beetje verliefd geworden op de motor Cousy, de V85 TT. Die heb ik onlangs gehuurd via Motorshare. Een hele leuke man. Er zijn mensen die particulier dan verhuren, jullie wel bekend. Ja, Motorshare kennen we. Toen kwam ik bij Hans Nieuwenhuis uit Weesup. En die man had ook een passie voor Moto Cousy. Had er drie in zijn schuur staan, die kon er vol liefde over vertellen. En ik heb zijn motor gehuurd en ben daar mee naar de Eifel geweest. Ja. Wat was je ervaring? Ja, het geluid. Het is ook echt, het is een heel puur iets meer power. Het is qua cc geloof ik niet heel veel meer dan dat ik nu heb. En je zit ook wat hoger. En mij trekt toch ook wel een beetje. Dus mijn volgende stap zou toch wel een beetje richting een adventure gaan. Ja, dus niet zozeer om echt terrein te gaan rijden. Het is wel leuk om een beetje gravel te pakken als je in het buitenland bent. Maar in principe gewoon wat hoger op de fiets te zitten. Ik hoor wel eens van mensen dat ze dat veiliger vinden. Of tenminste het idee hebben dat je over de auto's heen kunt kijken. Ja, nou zit je op een motor toch altijd vaak hoog, hè, dus zie je meer. Maar het is inderdaad wel zo dat je op een op zo'n adventure wel hoger zit. Ja. Kom je veel in het buitenland? Nou, Duitsland een aantal keren geweest. Er staan nog wel wat dingen op de bucketlist om te doen. Dat is er helaas nog niet van gekomen. Maar ik heb natuurlijk ook nog niet zo heel lang mijn motor. Nee. Maar er staat genoeg in de planning. En ben je dan meer een asfaltrijder of ga je dan echt... Je zei net een beetje gravel of houd het daarop? Met de Deville zeker niet. Maar ik pak wel altijd de binnenwegen. Dus ga ik naar Duitsland of zo. Dan probeer ik dat wel helemaal binnen door te doen. Over Moto Guzzi gesproken. Een van onze volgende afleveringen zal zijn met Rick Nieman. Dat is ook een echte Moto Guzzi man. Dus ook even naar luisteren. Binnenkort schuift hij aan de desk van de Motorpodcast. Ja, en met de Honda Duville, dan moet je toch ook naar Duville in Frankrijk. Ja, ik heb toevallig een vriend, die heeft ook een Duville. En die zei van, ik heb nog een bucketlist dingetje. Ik moet en zal een keer naar Frankrijk, naar Duville, op mijn Honda Duville. Want dan kan ik, nou ja, goed. Heb je dat ook? Of heb je was bij mij nog niet opgekomen. Ik had er nog nooit van de plaats gehoord. Wat is de link tussen de naam van de motor en het stadje? Ja, dat weet ik niet. Waarschijnlijk hebben ze bij Honda gedacht, we moeten een mooie naam voor deze motor hebben. In Frankrijk heb je het plaatsje Duville. We noemen deze motor Honda Duville. Oh, nou ja, als je nu zit te luisteren en je weet het echte verhaal, laat het maar even weten. Ik ben wel benieuwd. Dit zou zomaar eens echt, nou, tenminste volgens die vriend van mij, zou dat zomaar eens het verhaal kunnen zijn. Serieus? Oh, wat lachen. Het, op die, Duville, een aardige badplaats met mooie hotels. We hadden even naar gekeken. Tenminste, ik heb samen met die vrienden even naar gekeken. Want gaan we er een keer naartoe. En dan gaan we daar in een hotel zitten in Duville. En dan weer terug. Ja, is niks beters te doen. Dat klinkt leuk. Ja, een hotel. Jij gaat niet kamperen. Nee, ik ga niet kamperen. Ben jij van het kamperen? Motorrijden en dan kamperen? Ik denk dat ik net zoals jou ben, Peter. Ik hou best wel van een beetje avontuurlijk. Maar ik vind eigen sanitair en een warm bed toch wel heerlijk. Ja, nee, helemaal mee. Shake hands, ja. En je zei net van de motorzaken zijn eigenlijk in al die jaren niet veranderd. In die 24 jaar. De koffie is nog steeds misschien iets beter geworden. Ik vind het wel meer een belevenis tegenwoordig in motorzaken. Ze doen alles om het toch wat mooier en zo. Het is niet meer de lege loods van vroeger. Maar is de motorrijder misschien wel veranderd in 24 jaar? De motorrijder om je heen? Ja, dat denk ik wel. Er zijn andere soorten motoren gekomen. Ja, je hebt ook, zeg ik altijd, wel een beetje de eendagsvliegen. Die halen een motorrijbewijs en die gaan dan op zo'n hele snelle scooter of motor zitten. En na een jaar zie je ze niet meer. Nee. Maar ik denk toch wel, de mensen die echt passie, die hou je er wel uit. En mensen die echt serieus ermee bezig zijn en die het leuk vinden, die herken je ook wel. Hoe herken jij ze? Nou, de echte motorrijder, wat ik al zei, vind ik zelf, ben ik zelf ook niet. Dat is echt degene die het alleen maar op twee wielen kan. Dus die geen autorijbewijs heeft, die dat ooit geprobeerd heeft of er helemaal niets mee heeft. Nee, maar ik vind wel, als je gewoon het hele jaar doorrijdt in principe, dan ben je toch wel een motorrijder. Ja, maar ook als je op zondag rijdt, ja, weet je, ik heb niet zo dat je daar een meetlat aan legt, maar... Ja, maar jij rijdt 20.000 per jaar, jij rijdt elke dag, dan ben je toch een echte motorrijder. Ja, ja, ja.
probeer alles op de... Ook gewoon omdat het parkeren natuurlijk steeds lastiger is. Kijk, en dat vind ik nog steeds het mooie met de motor. Dat deden wij in de jaren 90 ook. Je ging naar Amsterdam en toen kon je hem geloof ik nog voor Madame Tussauds parkeren. Dat kan ja, dat niet kan meer. Ja, je kan hem wel parkeren, maar dat is snelweg. Je kunt nog op heel veel plekken komen in Amsterdam met de motor... zonder ja. dat dat een issue is. En dat vind ik toch ook wel heel prettig. En ik vind het gewoon leuk, die vrijheid die je hebt. De geur die je ruikt. Ik ruik bijna altijd met mijn vizier open. Die ervaring, het is gewoon leuk. Met autorijden heb ik niet veel. Dat vind ik praktisch en motorrijden is gewoon leuk. Nou ja, in Amsterdam inderdaad, daar kun je nog op de stoep. Het mag ook officieel overal, tenminste als je het voetgangersverkeer niet hindert. Hè? Ja, maar toch in het centrum van Amsterdam moet je oppassen hoor. Want ja, echt centrum mag je niet meer staan tegenwoordig. Oh, maar dan word je echt weggesleept of krijg je een boete of weet ik veel wat ze doen. Maar... Ik heb het in Utrecht een keer gehad. Dat ik dacht van, dit is toch een stoep. Ik zet hem hier neer en wat denk je wat? Ja, wat toch gewoon een boete. Nou, ik had het laatst in Harderwijk. Toen dacht ik van ja, eventjes in het haventje een patatje of zo eten. En dan enorm voetgangersgebied. Maar waarvan je echt denkt van nou, hier kun je makkelijk met de motor netjes parkeren. Hebben ze voor het Dolfinarium heel mooi motorvakken gemaakt. Maar echt wel weer mijlenver. Van de snackbar? Mijlenver van de snackbar, ja. Nee, maar op zich kan de motor er overal staan. In principe ja, wel. Het is inderdaad hoe je het doet. Ja. Wat je zegt, niet de stoep barricadeert. Een beetje netjes doen met beleid. Dan kom je een heel eind. Ja. Ja. Is mijn ervaring nog steeds. Je zei net van pak. Ik zie jou met een mooi fluoriserend geel pak. Dus jij wil graag opvallen op de motor 's avonds? Nou, omdat het vandaag gewoon mooi weer was, mijn leren jas. Dat vind ik eigenlijk het lekkerste rijden. Ik heb een Kevlar spijkerbroek aangeschaft. Daar heb ik wel heel lang naar moeten zoeken om de juiste te vinden. In principe rijd ik gewoon, als ik gewoon werk, rijd ik gewoon echt in een motorpak. Dus gewoon een jas en een broek. Alleen nadeel daarvan is dan weer, vind ik. En dat vind ik wel met motorrijden. Zoals je dan ergens even op het terrasje wil gaan zitten, moet je alles weer uitdoen. Dus als het weer een beetje goed is, dan een lekker leer jasje. Ja, spijkbroek. Ik heb ook een leren broek. En dat vind ik toch, ja, dat vind ik toch het lekkerste op de motor. Beetje casual. Vind je het fluoriserend geel belangrijk? Ja, dat was eigenlijk toevallig zo. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik er wel een beetje spijt van had. Want ik had er ook zo'n broek bij met zo'n fluoriserende streep. En toen zei hij van, ja, je lijkt wel een politie. En dat was helemaal mijn intentie niet. Maar ik kwam bij een kledingzaak die helemaal gespecialiseerd had te leren pakken. En die maakte ook voor de Belgische politie kleding. En ik dacht van, ja, weet je, het zat goed. Achteraf vind ik het wel een beetje too much. Ja. Je bent heel goed. Wie zei het ook alweer? Zometeen zijn we allemaal een Molendijk kanaal. Zei het. Oh ja, Ronald Molendijk. Die zei van zometeen gaat de overheid ons verplichten om in fluoriserend geel te rijden. En als iedereen in fluoriserend geel rijdt, dan vallen we niet meer op. Oh, op die manier. Nee. Dat is ook wel even een dingetje natuurlijk. En een witte helm. Is dat bewust? Daar zit ook een verhaal achter. Ik had wel echt gekozen voor de Shoei. Een zwarte besteld. En toen, dat duurde maar. En toen uiteindelijk was hij er en toen was het de verkeerde kleur. En toen had ik eigenlijk ook geen zin meer om te wachten. En toen zag ik hem in de winkel. Toen dacht ik, ach, dat wit is ook zo lelijk nog niet. Ja. Dus toen heb ik daar me niet moeilijk over gedaan. En heb ik gewoon de witte genomen. En valt meer op ook, hè? Ja, en precies. En met de zon is het ook wel lekker. Als het warm is. Zwart wordt toch vrij warm. Ja. Wat mij betreft moet alles zwart zijn. Aan de motor, op de motor en eronder. En vind ik toch het mooiste. Zwart, zwart, zwart. Zwarte helm, zwarte motor. Nou, ja, goed. Toch laatst. Mijn motor is ook relatief donker, pak helemaal zwart. En toen reed ik laatst en het was mistig en een beetje aan het miezeren en zo. En toen dacht ik, ja, ik ben me bewust van dat ik niet heel erg opval. En je zal maar net een motorrijder of een autorijder hebben. Reflecterende dingetjes. Ja, natuurlijk. Het is allemaal CE goedgekeurd en zo. Maar je zal net een autorijder hebben die op zijn telefoon zit, niet goed zit op te letten. En dan, ja, als ze jou voorbij zien komen in knalgeel, denken ze, nummer 1, daar is de politie, ik ga opzij. En je dat is wel een voordeel natuurlijk. Als je een beetje op de politie lijkt, ja, misschien kun je daar toch een beetje misbruik van maken. Nou, dat was absoluut niet mijn intentie. Wat Dennis zegt, klopt wel inderdaad. Je moet je altijd wel realiseren als je als motorrijder dat 9 van de 10 keer, als er een ongeluk is met een motorrijder, dat 9 van de 10 keer die niet gezien is. Dus alles wat je extra kan doen. Maar ja, ik kan me ook voorstellen, het ligt een beetje aan wat voor rit je gaat doen. Als ik echt in de winter rij. Naar mijn werk, het is donker, slecht zicht. Dan wil ik ook nog wel eens een hesje aandoen. Maar ga ik gewoon lekker toeren op zondag. Ja, dan ga ik ook het liefste gewoon casual. Ja. En er hoort ook eigenlijk een andere motor bij. Ik bedoel, ik rij ook als af en toe op een shopper van een vriend van mij. En dat is toch weer een hele andere beleving. Ja. Dus eigenlijk voor ieder moment, van net als met kleding. Hè, een motor is toch een soort kledingstuk die je aantrekt. Dat ben ik helemaal met je eens. Ja. Alleen financieel wordt het dan even een dingetje natuurlijk. Precies, hè? Ja, nou, dat is het probleem.
Dat er veel mensen tegenaan lopen. Maar ik denk nog wel, als ik naar mijzelf kijk, dat ik er nog wel zeker wat bij koop. Of iets anders. En dat ik, nou, grote kans dat ik dan wel gewoon de view hou als pekelfiets of zo. Ja, ja, ja. Zullen we er maar meteen even ingooien? Ja, hoor. De Motorpodcast. 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga jij ermee doen? Ja, Vincent. 100.000 euro, een ton. Het moet op aan de motoren. Wat zou jij dan kopen? Nou, ik vind het niet zo'n hele moeilijke vraag. Ik zou een goede motorfiets kopen. Welke? Nou, waar ik mee vakantie kan, ja, dan zou ik denken. Ik vind de Moto Guzzi, wat ik net al zei, die 85 TT met koffers. Ik denk dat ik dan voor de GS zou gaan, de 1250 van BMW. Ja, helemaal, die is met alles erop en eraan, dan zit hij al op de 30. Ja, en een Moto Guzzi is ook helemaal aangekleed, ook rond de 30. Ja, die is iets minder, maar laat ik het even makkelijk houden. Dan denk ik dat ik voor een GS zou gaan, 1250. Helemaal vakantie-compatible, dus met alles erop wat je nodig moet hebben voor een vakantie. Ja. En dan houden we denk ik toch nog wel een slordige 60.000 over. Ik denk dat ik daar dan gewoon een jaartje onbetaald verlof van neem en lekker ga reizen. Kijk, ja, dat hoort ook bij de motorliefde. Ja. Ja. Waar zou je naartoe gaan? Nou, niet echt een plan. Ik denk dat of richting het oosten of richting het zuiden. Maar wat me ook ontzettend leuk lijkt, is gewoon richting Marokko te gaan. Ja, het oosten, de Balkan, ja, is nu wat onrustig. Dus dat lijkt me dan niet echt wenselijk. Maar gewoon rijden. En, zie maar. Ja, en tussen local mensen komen. En weet je, met een reis is altijd zo. Je kunt een hele mooie nieuwe motor kopen en een garage. Maar als die motor kapot gaat, dan zit er een crash op. En een reis, dat pakken ze nooit meer van je af. Dan blijf je altijd bijdragen. Een herinnering, dat koester je. Het sluit wel een beetje aan ook waarbij jij de aflevering begon, Peter. Met, ja, het kan ook morgen aflopen zijn. Ja. Geniet nou maar, doe nou maar wat je nu wil doen. Ja. Want wie zegt dat je het over een jaar nog kunt doen? Ja, dat is inderdaad het akkefietje van de week bij de motorclub. Toen had ik inderdaad wel zoiets. Nou, nu moeten de bucketlist dingetjes even afgewerkt worden. Want ja, stel je toch eens voor. Hè, je kan het zomaar ineens te horen krijgen. Tenminste, die gast van de motorclub altijd redelijk gezond geleefd. En ja, dan krijg je ineens te horen van je hebt nog maar heel even. En dan, ja. Laten we het in de nabrand nog even hebben over de bucketlist dingetjes. Maar je zegt het oosten of het zuiden. Dat is wel heel iets anders. Ja, de Balkan of Spanje of Marokko. Nou ja, die kant richting de Balkan, Turkije. Echt toch een beetje toch proberen om een Azië te bereiken. Maar ik denk Marokko en dan richting het hoe heet dat gebergte? Het Rifgebergte. Dat lijkt me toch wel heel bijzonder. Ik heb er wel eens filmpjes van gezien. Ik hou het dan toch wel even bij asfalt. Maar het lijkt me gewoon leuk om ongepland gewoon lekker weg te kunnen gaan. En ook de tijd hebben. Want dat heb je vaak niet. En dan ontbreekt het wel eens aan. Ja. Dus ik denk dat je dan goed voor dat geld een stukje vakantie koopt. Tijd koopt, zeg maar. Ja, ja, dat is heel lekker. Helaas is die 100.000 euro, die ton, is nog fictief. We hopen dat het ooit nog een keertje zo goed gaat dat we het daadwerkelijk kunnen doen. Maar voorlopig nog even niet. Hoe los jij het nu op? Want je zette in je mailtje van ja, ik ben toch wel verslaafd aan het motorvirus. Hoe los jij het financieel allemaal op? Nee, wat jij ook net zegt, ik geniet net zoveel van die defiel als op een GS. Ja. Het zijn de momenten. Het zijn die momenten dat je dat voelt, dat gevoel hebt. En dat gevoel had ik ook toen ik hier naartoe reed vandaag. Dat je geniet, dat je kan ruiken, dat je kan horen, kan zien. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En nogmaals, ik geniet net zoveel op mijn motorfiets als iemand die op een motorfiets, weet ik veel, van een ton rijdt. Het is ook de beleving dat je het allemaal kan doen, dat je het allemaal kan bedienen, dat je het allemaal kan waarnemen. Dat zijn hele belangrijke dingen. Dus ik zeg altijd, count your blessings, iedere dag weer. Dat je het kan doen en mag doen. Belangrijk. Ja. Hey, morgen dus weer gewoon naar het werk op de motor. Nou, wordt het morgen wat minder lekker weer. Waarschijnlijk ook een buitje regen. Je zei, ik ga compleet in het pak. Je werkt in de buurt van Schiphol. Kun je daar makkelijk eventjes het natte pak ophangen? Ja, maar dan, we hebben gewoon kluisjes en kleedruimte. De motor staat overdekt. Oké, dat is mooi. Onlangs zo'n regenpak aangeschoft. Die zit gewoon standaard in de motor. Die hoort bij de standaard motoruitrusting. Want ja, dat is het eigenlijk het enige wat je met regen droog houdt. Hè. Je kunt broeken en Gore-Tex heet dat, geloof ik, tegenwoordig. Ja, Gore-Tex. Maar op een gegeven moment word je nat. Een regenpak is gewoon
mijn ervaring is dat het enige middel om droog te blijven. Als je, echt droog te blijven. Echt droog te blijven. Het is een gedoe om zo'n ding aan te doen. En ook weer uit. Maar, ja, maar je moet wel, als je elke dag van en naar je werk gaat. Je, ja, terug naar huis kan nog wel. Maar als je nat op de zaak zit, dat is niet te doen. Precies. Nee. Maar goed, ik heb gelukkig bedrijf waar ik werk, kan ik douchen en me omkleden. Dus dat is gewoon praktisch, is het allemaal prima in orde. Ja. En ik zeg ook, als ik me echt, als ik er geen zin in heb of ik voel me niet fit, dan pak ik de auto. Ja, ik bedoel, toch wel. Niet zo, ik moet met die motor, maar in principe is het wel mijn vervoersmiddel. Zou elektrisch rijden wat voor jou zijn? Ik heb er wel een keer op gereden, een elektrische motor. Maar nee, ik vind toch wel die geur en dat geluid. Erg belangrijk. Dat hoort toch wel een beetje bij het motorrijden. Ja. Ja, als jij verliefd bent op de tweecilinder, dan is toch een heel ander geluid, denk ik. Maar kijk, en daar hebben we het in de groep ook wel eens over gehad. Van ja, als je er straks echt toe gedwongen wordt, stop je dan met motorrijden? Nou ja, dan zul je toch moeten. Hè? Je zult toch. Of het die kant ooit opgaat. Kijk, ik heb een passie voor tweewielers. Dat is gewoon, laat het voorop staan. Maar het liefst hou ik het toch nog gewoon lekker bij een verbrandingsmotor. Wil je nog meer horen van onze gasten? Word dan vriend van de Motorpodcast. Kijk op demotorpodcast.nl. Dennis, moeten we nog wat zaken afhandelen? Wij hebben nog post. We hebben zometeen nog de plaat waar je harder van gaat. Want ik ben wel benieuwd waar Vincent het ultieme motorgevoel van krijgt. En we mogen zometeen nog een dagdeel racen op Midland weggeven. Laten we eerst even de post doen dan. De Motorpodcast. Even kijken, een selectie. Hier een mailtje. Leuke podcast weer, mannen. Het geluid van motoren stoort mij ook altijd in films. Ja, we hebben laatst een aflevering gemaakt waarbij we bespraken dat het geluid in een film van een motor niet altijd overeenkomt met de echte motor. Hoeveel moeite is het nou om gewoon het geluid van de gebruikte motor even op te nemen en te gebruiken? Deze luisteraar was ook stom verbaasd toen hij de eerste afleveringen van LA Finest zat te kijken en een Ducati Monster aan zag komen, maar zowaar het geluid van een Ducati met een droge koppeling hoorde. Kleine moeite, lijkt ons ook. We hebben een reactie gekregen van Justin, die heeft een van de eerdere boeken van Hans Goh gewonnen. Hoi jongens, onwijs bedankt voor de toffe boek. Uiteraard heb ik destijds zijn aflevering beluisterd en ik ben erg benieuwd. Igor Dop die schrijft: beste Dennis en Peter, ik vind jullie podcast echt geweldig. Ik heb hem pas ontdekt en ben bij aflevering 1 begonnen. Dan heb je nog wat te gaan. Ik luister non-stop overal. Ik heb wel één vraag. Er zijn een aantal gasten die een grote reis hebben gemaakt. En wat ik me nou altijd afvraag is, hoe doen ze dat met onderdelen? Als er bijvoorbeeld een startmotor mee stopt of een gaskabel breekt af, hoe kan je dat onderweg allemaal regelen? Ga lekker door met de podcast. Ik geniet er elke aflevering van. Nou Igor, volgens mij is dat vaak gewoon handen- en voetenwerk en gewoon lokaal dat proberen op te lossen. En zoals Hans Goh zegt, wees bamboe. Dus probeer gewoon heel creatief en vooral flexibel te zijn met oplossingen. En als het wat langer duurt dan gedacht, maak je daar niet te druk om. Verder nog, ik heb een oproep geplaatst laatst voor mooie fotolocaties. Nou, Dutch Minion and Her Bike, die schrijft: goedemorgen, ik zit weer rustig de podcast te luisteren. Hier in ieder geval wat brainstorms. Vlissingen-Oost, de verzande sluizen van Hans Weert. Spookdorp Doel bij Antwerpen en nog veel meer fototips. Ze schrijft ook: Dennis, als je foto's gaat maken, ik ga graag met je mee. Nou, lijkt me gezellig. En we mogen weer nieuwe vrienden van de Motorpodcast verwelkomen. Welkom Remy Dam 1, Dirk 26, Wouter Heijveld en Peter VFR. Tof dat jullie je vriend van de Motorpodcast zijn gewonnen, want jullie krijgen zo meteen weer een extra nabrander. De Motorpodcast. Wij hebben nog in de achterzak een circuittraining van 2D Experience. Die mochten we weggeven namens Roy Rusen op het Midland Circuit. Het is een training ter waarde van €90. En die is eigenlijk wel geschikt voor zo goed als iedereen die een beetje sportief wil rijden. Nou Vincent, ik zou zeggen, trek weer een lot. Jij maakt er iemand blij. Vertel het. Wie mag er gaan racen op Midland? Edwin Holsappel, gefeliciteerd. Jij mag binnenkort gaan racen. Laat ons vooral even weten hoe het geweest is en wat je hebt geleerd tijdens dat racen. Ben jij zelf ook een beetje van het circuit? Lijkt je dat wat? Ik heb wel eens over na zitten denken. Het lijkt me wel eens een keer leuk om dat te ervaren. Eigenlijk de limits op te zoeken. Ik weet niet of het kan hoor, op het circuit. Maar gewoon eens hoe ver kan je limits omhouden. Even lekker plat door de bocht. Ja, en nee, wat kun je dus? Toch steeds je skills opvijzelen. Nou heb ik wel eens begrepen met circuitrijden dat het toch wel heel erg op bochten is. Dus dat je er in de praktijk niet heel veel op de openbare weg niet heel veel mee kan.
Nou, Dennis, Komt er nog alles. Ja, het hangt er een beetje vanaf wat je met uiterste bedoelt. Kijk, uiterste snelheid ga je er niet rijden. Want je, althans, bij motorcircuittraining in dit geval, waar ik het wel eens heb gedaan, dan moet je achter je voorrijder blijven. Maar je leert daar echt schuin, je leert kijken, je leert remmen, je leert je bochtentechniek. Maar als je wil weten hoe hard hij gaat, nee, dat moet je dan daar net niet doen. Dan moet je gewoon een open circuitdag boeken. Maar ik kan het je echt aanraden. Je gaat daarna veel zekerder op de motor zitten. En dan leer je ook echt, nou ja, niet de limieten, maar je leert wel dat de limieten veel verder zijn dan dat je eigenlijk denkt. Ik heb er veel aan gehad en ik kan het je alleen maar aanraden. Nou, dus, leuk cadeautje voor de kerstboom. De Motorpodcast. De plaat waar je harder van gaat. De plaat waar je harder van gaat. Want wij vragen aan elke gast in de Motorpodcast, wat is nou voor jou de plaat waar jij het ultieme motorgevoel van krijgt, of je nou wel of niet op de motor zit, maar waarvan krijg je dat ultieme motorgevoel? Dire Straits, A Lover of Cold. De Motorpodcast. De plaat waar je harder van gaat. Dire Straits sowieso, dat vind ik echt een rood, rood band, zeg maar. Echt, dat is muziek. Ik weet ooit in Amerika dat we een auto huurden en dan ging nog met cassettebandjes. Ja, dat vind ik echt, dan heb je het ultieme gevoel. Dus ook op de motor. Nou, moet ik zeggen, ik luister niet heel veel muziek op de motor. Het kan wel, maar... Ja, want ik zie hier continu wat knipperen. Je hebt wel een Bluetooth-connectie. Er zit een mooi headset in, dus ik kan bellen. En soms doe ik ook eens radio luisteren of iets, maar... Nou ja, ik vind echt, Dire Straits voor mij echt, daar krijg ik echt dat een warm gevoel van. Zetten we op de playlist erbij als je wil luisteren naar die plaat. Ga dan even naar motorpodcast.nl en klik op de playlist, de plaat waar je harder van gaat. Daar staan ze allemaal op een rijtje. Je zei al van, ik ben wel eens in Amerika geweest met de auto. Klopt. Mooie lange stukken rijden. Moet het ook nog eens gebeuren met de motor? Of heb je zoiets van, nou ja, ach. Nou, ik weet niet hoe ik... Eerst Europa en dan misschien... Precies, eerst maar eens gewoon lekker in Europa beginnen. Nog even mijn skills wat beter onder de knie krijgen. Want ik merk nog wel steeds dat ik toch in bochten... Ja, toch nog niet alles durf te geven. En dat leer ik steeds beter. Dat gaat steeds beter. Een oefening baart kunst. Jullie hadden net over achtjes draaien en bijzondere verrichtingen. Het zijn echt dingen die ik ook wel eens gewoon oefen. En het is, je hebt er ook echt wat aan. Dus ga gewoon eens naar een leeg parkeerterrein... Neem een paar pionnen mee, die kun je volgens mij in een bouwmarkt kopen. Het is leuk om het met iemand te doen. En ga gewoon eens motorcontrole doen. Gewoon vanuit de E met slippende koppeling. Het is echt, ja, je leert je motor op die manier. Persoonlijk vind ik het beste kennen. En eens een keer die noodstop. En eens een keer uitwijken. En dat zijn toch wel dingen die... Maar dat doe je nu bij Robert Dalsen, toch? Nou, dat soort dingen doe ik ook wel eens zelf. Robert doe ik echt de bochtentraining. En dan gaan we... Ja, ik ben nu voor de tweede keer mee geweest de Eifeltocht. In de Eifel, ja, dat vind ik echt, dat is echt, daar leer je het echt. Als het ergens moeilijk is, is het in Duitsland wel, met al die haarspelbochten. En er zullen vast plekken zijn op de wereld waar het nog uitdagender is. Maar ja, de Eifel is relatief natuurlijk dichtbij. Kun je ook nog in een dag doen als je dat wil. Dus meestal doen wij dan een weekend. En dan daar lekker in een hotel, lekker oefenen. Precies, je bent ook helemaal back-off hoor, aan het einde van de dag. Zouden er geen rijscholen zijn die mensen die zijn afgestapt weer geleidelijk helpen opstappen, zit ik me nu af te vragen? Een heropstapcursus. Ik heb er toen zelf naar gezocht. Ik kwam Robert tegen op YouTube. En ook zijn stem sprak me aan hoe hij de dingen uitlegde. En toen heb ik hem een mailtje gestuurd of ik heb hem gebeld, dat weet ik niet eens meer. En gevraagd van, toen had ik mijn motor al. Kan ik ook gewoon op mijn eigen motor een paar uur bij jou komen lessen? Ja, dat was geen probleem. Dus wat ik heb gedaan is gewoon meteen voor 4 of 5 uur ingeboekt. En gewoon rijden. Is het dan goedkoper als je je eigen motor meeneemt? Ik denk dat het wel wat scheelt, ja. Nu je dit zo zegt, misschien is Moto Jitsu... Die hebben we natuurlijk ook een keer te gast gehad. Ja, dat is ook een dingetje. Ja. Ja, dat is ook allemaal kronkelen en doen. En een soort sport is het bijna dan. Echt behendigheid op lage snelheid. Moto Jitsu, een soort ook een beetje de, hoe heet het, de judo variant. Dus je kunt van de bruine band naar de zwarte band, naar de, nou, noem maar op. En dat is echt op een parkeerterrein de motor extra leren beheersen. Zit ook in onze lange speellijst. Je vindt hem vanzelf.
op onze site, onder andere. Demotorpodcast.nl. Volgens mij zijn we er bijna doorheen, Dennis. Wij gaan lekker een drankje doen. We gaan de nabrander opnemen voor vrienden van de show. Ben je nou nog geen vriend van de show? Kan me bijna niet voorstellen. Ga naar demotorpodcast.nl en klik op Word Vriend. Dan krijg je nog meer afleveringen, bonusmateriaal en nog veel meer andere dingen. En je maakt dus kans op van die leuke prijzen. Abonneer je ook, want dan krijg je automatisch een seintje bij de volgende aflevering. En daarin praten we met presentator, schrijver, motorrijder en natuurlijk Moto Guzzi-fan Rick Niemann. Dat en nog veel meer in de volgende aflevering. En Vincent, bedankt voor de komst naar de studio van De Motor Podcast. De Motor Podcast. Gratis in je favoriete podcast-app.